Peter en de Wolf. Het bekende muzikale sprookje van Sergei Prokofjev uit 1936 heeft inmiddels de status van klassieker, voor jong en oud. De combinatie van klassieke muziek met een verhaal maakt deze voorstelling bij uitstek geschikt om kinderen kennis te laten maken met klassieke muziek. In de voorstelling Peter en de Wolf worden de dieren en mensen door een eigen instrument uitgebeeld. Het vrolijk kwetterende vogeltje wordt gespeeld door de fluit. De overmoedige eend door de hobo. De lenige kat wordt gespeeld op de klarinet. De gevaarlijke wolf door de hoorn. En de mopperende opa wordt gespeeld door de fagot. Peter wordt gespeeld door alle instrumenten samen, want hij is het belangrijkst. Een spannend sprookje waarbij Peter in het bos bij het huis van zijn opa allerlei avonturen beleeft. Het Amsterdam Windquintet speelt deze voorstelling sinds 2011, samen met onder andere verteller Talita van der Spek. De afgelopen 10 jaar heeft het ensemble niet alleen op concertpodia en scholen gespeeld, maar ook op ludieke locaties, zoals het Bomenmuseum in Gimborn, het Festival Klassiek in Den Haag en zelfs midden in de Keukenhof in Lisse. Tijdens meerdere concertreizen door China kreeg het Amsterdam Windquintet de mogelijkheid om het werk in het Chinees met Chinese acteurs uit te voeren. In onder andere de Tsinghua University van Beijing en het National Center for the Performing Arts. Kortom, deze voorstelling kan overal plaatsvinden. Doordat het Amsterdam Windquintet graag gebruik maakt van de omgeving waar gespeeld wordt, krijgt de voorstelling op iedere locatie een eigen touch. Deze interactieve voorstelling, met als doelgroep kinderen van het primair onderwijs, duurt 45 minuten. Wilt u nou meer informatie over de voorstelling Peter en de Wolf door het Amsterdam Windquintet? Ga dan naar onze website www.amsterdamwindquintet.nl of stuur een e-mail naar info@amsterdamwindquintet.nl. Want iedereen wil toch graag weten hoe het afloopt met de eend?